Goedemorgen allemaal, het is 7:15 ochtends. Ik sta hier met een lepel, jongens, het sneeuwt. Vreselijk, kunnen we weer niet naar school, want er sneeuw ligt. Hoe erg is dat? Maar ik dacht, het is wel leuk om een vlog te maken in de sneeuw. Wat gaan we doen? Je moet zo even je telefoon mee naar buiten nemen. Of je kijkt eens het filmpje, kijk even wat handig is. En wij gaan, ik steek me in de sneeuw. Ik weet niet of je het kunt zien, kijk wat gaat. Oh, het gaat denk ik wel, hè. Let op, wat maak ik? Sneeuw heen lopen zonder eigenlijk, want je kijkt in mijn tuin, misschien wel een hoge berg. Ik zat er wel in zelfs. Zo, wie weet wat ik gemaakt heb. Juist, dit is de notenbalk. En de vraag is, hoeveel lijntjes heeft de notenbalk? Dat is vraag 1. De tweede vraag is, dit moet je willen maken, hè? 5 lijntjes trekken in de tuin. Wat is dit? Vraag 1 vandaag. Wat is dit? Vraag 2 is, hoeveel lijntjes heeft de notenbalk waar je noten op tekent? Dat is vraag 2. Ja? Vraag 3, aan het eind van deze notenbalk zet ik 2 stipjes neer. De vraag is, wat betekenen die stipjes? We hebben nu 3 vragen. Hè? Wat betekent dat ding aan de voorkant? Hoe heet dat? Hoeveel lijntjes heeft de notenbalk? En wat betekenen die 2 stipjes? Als laatste vandaag gaan we de noten tekenen. En we beginnen met de noot C. Zo'n bolletje, een streepje erdoor. Nou, dat gaat niet zo goed, jongens, maakt niet uit. Stop eraan. Vervolgens maken we de D, die hangt onderaan de notenbalk. De E is de noot op de onderste lijn. Stop eraan. De F ligt tussen de lijnen, dan blijft tussen de eerste en de tweede lijn. En als laatste hebben we de G. Die zit om de tweede lijn heen. Met de stok. Heb je het ook nog eens zien? C, D, E, F, G. Ga ik jullie vanmiddag of morgen nog even een liedje van leren. En er komt nog de laatste vraag. Dan hebben jullie 4 vragen. Wat betekent dit? Hoeveel tellen zitten er in dit muziekstuk in de maat? Oké, dus nog even. Hoe heet dat ding aan de voorkant? Hoeveel lijntjes heeft de notenbalk? Wat betekent het puntje aan het eind? En hoeveel tellen zitten er in de maat? Jongens, heel veel succes. Het ziet er prachtig uit hier. Ik ben benieuwd naar jullie kunstwerk en ja.